Oh, jij gaat wel hard, schat. Holy shit. Ja. Even heeft al bijna een hele rij af. Ja. En hoe lang deed ik erover? 10 jaar. 5 jaar later. Hey kijkers, mijn naam is Durms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Skyblog. Ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag samen met Eva en Giel. Woehoe. Wij gaan vandaag weer verder met onze Iron Golem spawner. We hebben echt super veel rijke monies gekregen. Volgens mij is alle iron is verkocht, want ik heb 1,17... Ik heb het net erbij gevuld. Nou, ik heb al 1,17 miljoen monies weer. Hoeveel hadden we eigenlijk nog aan iron? Weet je dat? Wat bedoel je? Ja, precies, als ik vraag. Hoeveel iron hebben we nog in die kisten zitten? In de kisten? Ja, ik heb er net redelijk wat uitgehaald en weer... blokjes van gemaakt. Ja. Maar er zit nog aardig wat iron in, ja. Nou, er zit nog een iron golem spannen extra nu bij. Dus we hoeven er nog maar eentje. Dus ik heb trouwens gehoord, acht. Hè. Even tussendoor. Ja. Er is een warp. Omdat je een rank hebt, kun je daarheen en dan kun je goedkope dingen halen. Ik weet niet of het zo is. Waar dan? Oh. Wat die warp is. een hele goede vraag. Oh, dat weet je dus dan weer net niet. Nee. Er is iets, maar wat? Nou, dat weet ik niet. Ja, ik kan me niet meer herinneren. Ik kan wel even gaan opzoeken tussendoor, als je dat wil. Ik pak wat was nou? Ja. Het is blok, toch? De planning was nu dat we meer... Oh my god, gaan jullie nou serieus instaan? Ja, dat doen ze allemaal. Ga daar eens uit. Ja, dat doen we niet. Iedereen die daarin staat, die krijgt vanaf nu straf. Billenkoek. Hoe dan? /ISBAN. Oh. Ga eruit. Oh, neem een lavabucket mee. Zet ze gewoon in de fik. Oh nee, daar vliegt alles in de fik. Oh. Ja. Dat kan niet. Ik heb daar geen zin in. Ga daar eens uit. Oké, ga daar eens uit of je krijgt een IS-ban. Of je krijgt een IS-ban. Oh my god, ze snappen het echt niet, hè? Oké, okay, ja, slash die lock. Die reageer niet op de chat, of anders die letten daar niet op. Ja, dan moet je maar opletten. Zo, nu is die weer unlocked. Wow, yo, het is gewoon bijna uitverkocht, Giel. Nu echt? Alweer, ja. Oh, trouwens. Ik kan... Ja? Ja, er stond een comment waarom wij zo moeilijk deden over hoppers. Want we hebben toch superveel iron. Ja, maar hoppers kan je niet maken. Niet? Nee. Nee. Kan niet. Oh, goed zo. Nee, je ja, kan geen hoppers maken. Oh, geen wonder. Nee, dat mag je alleen maar met /kit hopper. Hier, /kit hopper. Op die manier kan je alleen maar hoppers krijgen. Hoppers kan je niet maken. Ja, leuk, hè? I know. Ja, super. Ja. Giel, wij gaan even een cactusfarm maken. Dus dat houdt in dat we heel veel zand... En heel veel kobbel nodig hebben. Schatje, wil je ook helpen of niet? Ja. Oké, okay, dan gaan we met z'n allen even maken. Als dat mag, denk ik even. Wat? Als dat mag. Als ja, dat mag. Anders ben ik weer allemaal dingen hier aan het rondlopen. Oh. Zie je wel aan het bouwen. Even kijken. Hij moet wel redelijk op hoogte zijn. Hij komt hier. Ja, jullie hadden... Oké, okay, Giel, zie je waar ik ben? Nee, ik had eens even aan het kijken, maar ik kon het niet zo goed vinden. Dus... Hier ben ik. Op de comment, maar ik ben er. Oké, okay, nou... Dat is dus het onderste blok. Daaronder komen hoppers. En die hoppers kunnen dan rechtstreeks... Kijk, vanaf hier zo hop, hop, hop. En dan kunnen ze verdeeld worden daarin, ja? Helemaal top. Oké, super. Dus dan moeten we eigenlijk twee stroken... Of eigenlijk twee hoppersstroken gaan maken die daarheen gaan. Dat houdt in dat hier dus... Ja, alle cactusstuf... Au. Hoe ver kan ik naar achter? Oh, we kunnen hem best wel groot maken. We kunnen hem ook van iron blocks maken. We kunnen hem super groot maken. Ja, maar... van iron blocks maken. Dat zou het zijn. Wil je hem ook zo ver doen? Kun je het ook beter juist niet te ver doen en juist heel hoog? Nee, natuurlijk niet. Als we gewoon... Dan duurt het allemaal veel langer met water en zo. Tuurlijk niet. We kunnen toch meerdere hoppers bij elkaar laten komen en dan van daaruit zo doen. Giel, dit is lang genoeg hoor, dit wat ik nu heb. Zo. Okay. En dan plakken we dan aan de andere kant er ook aan. Kan je eens kijken hoe breed die is, schat? Moet ik blokjes tellen? Nou, dan doe ik het wel. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18. Oké, okay, hier 18 eraan dus. Dus dan is die 19. Wat is het nou? Dat is 18. Oh ja, dat klopt. Hij moet 19 toch? Oh. En hoe hoog wil je hem hebben? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dus nu is die 18 aan beide kanten breed dus. Oké. Nee, dat vraag ik aan jou. Oh ja. Ben je het zeker? Dit is 18, dit, tot met hier. En als jij daar 18 neergezet hebt... Nee, ik heb hier 17 neergezet. Ja, 18 keer heb ik geklikt. Dit is het midden. Luister, dit is het midden, ja? Ja. Oké, okay, vanaf hoeveel blokjes vanaf hier is die naar daar? Naar die hoek? 5, 6, 7, plaats gewoon. Doe je gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. 13, 14, 15, 18. 16, 17. Oké, okay, hier is die 17. Ja, met de rand 18. Oké, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17. En met de rand 18, inderdaad. Nou, klopt. Giel, kan je hier een pilaartje plaatsen? Even zo. Ja, dan is die goed. Nou, top. Ik weet alleen niet hoeveel breed die is. Maar dat maakt niet uit. Als de lengte maar... als de lengte maar goed is. Mm-hmm. We kunnen altijd nog een laagje af als daarom. Het niet even is. We maken echt gewoon een mega cactusfarm. We gaan cactus gewoon super goedkoop verkopen. En, maar, oh, wacht even. Is dit handig om het plateau zo mega groot te maken? Ja, dat vroeg ik dus ook. Dat zei ik net. Het scheelt heel veel hoppers als je het op elkaar doet. Ja, zullen we gewoon tot... zullen we ook gewoon... Oh my god. Zullen we hem ook gelijk breed maken? Dus 1, 2... Oh, fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En dan daar. Giel. Ja, top. Oké, dit is de breedte. Want je kunt beter nog van hoger maken dan dat je heel erg uitgebreid bent. Oké, mevrouw. Het spijt me, mevrouw. Ja, ik snap niet waarom je dan nu pas op je idee komt. En dan is niet beter een idee. Terwijl ik het al heel vaak heb gezegd. Sorry, Corrie. Oké. Okay. Ja. Mijn naam is Jan, want het kan. Nee. Nee, heet ik geen Jan? Nee. Oh, ik heb geen blokken meer. Maar dan moeten we nog zoveel hakken. Nee, we moeten zoveel plaatsen. Maar als we nou gewoon super goedkoop cactus gewoon verkopen, weet je wel. Dan is er niks aan de hand. Maar we moeten eerst zelf heel veel cactus hebben. 1 cent. Nee. Ja, natuurlijk moeten we zelf eerst heel veel cactus hebben. Maar zolang we het gewoon lekker goedkoop houden, en dan boom. Hoeveel hebben we het nu dan? Ik vind het te duur, vind ik. Oké. We moeten eigenlijk hier zijn om mensen gewoon te helpen aan geld en spullen, weet je wel. Door dingen te verkopen en geld te helpen. Nee. Nee. Gewoon goedkoop maken. Gewoon heel goedkoop alles maken. En dan gewoon... Aan de hand daarvan gaan we gewoon af en toe mensen spullen geven of zo. Okay. Toch leuk? Nou, je moet een soort van drop-party kamer maken of zo. Ja, dat is ook grappig. Dat zou ik dus inderdaad ook te denken. Oh, kijk. Onze raampjes, die werken heel goed nu. Oh, echt waar. Die bordjes worden gespamd, jongen, met iron blocks. Volgens mij... Kun je het zien? Ze worden echt door de hoppen geplaatst. En iemand die koopt de hele tijd 3 op. Dat houdt in dat de hopper 3 plaatst en dan worden er meteen 3 verkocht. Ik echt GG. Apple 14k. 14? Ik 32. Ik maar dat 262. Had ik wat bedoel je, qua geld? Ja, 262k. Nice. Wow, echt telkens als ik ga springen, dan krijg ik gewoon kriebels in mijn buik als ik over een gat ga springen. Weet je wel? Dat gevoel wat je in de achtbank kan hebben. Dat heb ik altijd als ik naar beneden spring in Minecraft. Dat ik even denk van wow. Ja, ik kriebels in mijn buik. Dat is echt raar. Ja, dat klopt. Nou, ik krijg geen kriebels daarvan in mijn buik. Maar ik heb wel altijd even zo... Zo'n gevoel. Maar het rare is, die bloklek is echt super hinderlijk. Ah, ik heb er nergens last van. Ik wel. Ik ook niet. Mazzelaars. Dat is het noob. Of jullie hebben gewoon mazzel. Nee, je bent gewoon ik blame het de laatste. Ah, ik heb het nu ook, ja. Maar het is bijna weg. Daarom. Maar we moeten zorgen dat we gewoon elke keer een dubbele kist daaronder hebben. En dan een hopper. Ik weet wel waarom de bloklek is, omdat we leeg te opvullen. Dat we gaten opvullen, ja. Ja. Heb je nog kobbel? Ja. Oh. Maar zorg jij nou maar eerst dat je van stone pilaren heel hoog maakt. Want dat is echt heel super hoog. Chill bouwen. Ja, echt super mega hoog. Ik ga hem niet al te hoog doen, want... Dat zijn die laatste blokjes. Oh, ik viel bijna de void in daardoor. Echt? Ja, hij mag echt hoger, Giel. Ik weet niet waar je bent. Oh, hier. Ik viel naar onder. Even kijken. Waarom moet dat tweede laag ook met steen? Ja. Ja, hij moet de cactusfarm moet helemaal dichtgebouwd zijn. Oh. Ja, maar een vraagje. De hoppers komen dan bovenop de cobblestone, of wat? Hoe bedoel je? Nou, we moeten dat toch opvangen, al die cactussen? Ja, dat doen we gewoon hieronder. Maken we gewoon een gat en dan water komt in de hopper en dan klaar. Okay. Alleen, we moeten even kijken. Dat klopt niet, het plateau. Eentje stuk is langer. Wat, één stuk is wat langer? Nou, één stuk is langer, zoals precies zoals ik het zeg. Kijk maar, kun je toch zien? Ja, ik heb niks langer gemaakt. Komt niet. Of de middenkant is niet goed gepakt. Nee, de middenkant is niet goed geplaatst. Zie je? Je hebt hem verkeerd geplaatst. Hier, nee, dit is het midden. Al de hele tijd. Dit is het midden. Dit is het midden. Hé, wat doe jij hier? Hey, / ISBAN. Extreme Tom. Dat ging extreem snel fout. Dit is het midden. Dit is het midden. Bouw het dan. Ik heb die blokken niet meer. Ik heb het niet zo raar neergezet. Ik ook niet. Die blokken kun je overal vinden hier. Ja, hop, kijk, dit is wat ik heb. Meer niet. Maar deze kant is dus ook fout. Nou, laten we zien waar je ze kan vinden, Eva. In alle chesten. Hallo, dan? Hier. Ergens. Ik zie ze niet, maar Eva. Ik weet niet meer. Oh, dit is zonde. Heb je een hele pilaar naar boven gebouwd? Hebben. Waarom haal je niet eerst deze? Nou, ik haal die pilaar wel weg. Ja, ik probeer blokken te vinden. Ik ben voor niets geband, zegt iemand. Wie zei dat?
Nee, ze zijn geen extreme Tom. Iemand anders zei, ik ben voor niets geband. Nee, je wordt alleen geband als je op het eiland komt. Dat is wel voor iets. Dat mag gewoon niet. Ik bedoel buiten de bank. Wacht, doen we de zijkanten ook allemaal met koppel? Ja, zijkanten mogen gewoon met koppel. Giel, wil jij alvast de cactusstukken indelen? Anders. Cactusstukken, ja. Zodat je alvast de cactusdingen klaarzet. Gaan wij wel inbouwen? Ik bedoel de blokjes waar het zand op staat, bedoel je? Ja. Oké. Dus je weet hoe je die bouwen moet, toch? Ja. Okay, hoe ga je hem eigenlijk maken? Nou, kijk maar naar boven. Zo bedoel je? Nee, nu doe je het al fout. Dit is de water, hè? Hier komt het water. Dus hier moet je beginnen. Hij moet dus eentje hoger. Hier. Ga je met die stone bouwen? Ja, maar ik heb er genoeg van. Dus. Ja, oh, hij klopt wel precies uit. Dit is wel nice. Zo bedoel je, toch? Ja. Wat zie je opstaan? Ja, en dan gewoon ook weer zo. Weet je wel, hier zo. En dan weer verder. Mm-hmm. Toch? Zo moest hij, toch? Ja, en dan moet hij hier een rij naar binnen weer. En dan moet je hier gewoon elke keer deze eruit halen. Ja. En dan moet je cent op doen. Toch? Cent? Ja. Ja, die krijgen we met kids. Alle kids krijg je cent. Waarom dus trek je die hele rij niet in één keer door, Giel? Welke rij? Deze rij. Nou, dat scheelt. Yeah. Of niet? Nee, dat je nu daar... Dat je die hele rij gewoon zo... Brrrt, zo doet. Zo. Ja, maar dat scheelt weer blokjes. Kijk maar. Ja, maar dat maakt er niet uit. Je kan toch even snel dit doen? Zo. Even snel zo. Oh, zo. Dus dat je hem even helemaal zo doortrekt naar achter. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dan kan je gewoon de hele tijd één strook blijven lopen straks. Nou, ik ga even helpen, anders is Cecilia dan is helemaal in de eentje bezig. Oh, en geen grasplaats, Vincent. Goed bezig, jongen. Kijk, als we dan deze cactusfarm neer kunnen zetten binnen heel snel. Binnen heel snel, dat is echt lekker Nederlands. Als we dat binnen gewoon heel snel kunnen doen. Oh, ik zie gewoon iemand buiten de... In onze island, maar hij staat buiten. Ja, buiten dan komt hij er nooit in. Want ik heb een speciale borden gekregen om ons eiland. Haha. Ik heb wel gebannen. Nice try. Meen je dat? Je kan er naartoe vliegen van andere eilanden. Ja. Het is één grote wereld, hè? Ja. Als je daar blijft, prima. Maar hij is wel gebannen op het eiland. Ik dacht dat hij op het eiland... Nee, iemand mensen nu in Giel. Extreme Tom zat op jullie eiland. Ja, dat klopt. Die is al weg, Extreme Tom. Hij is op vakantie. Hoe is die daar? Giel, lukt het een beetje? Extreem. Giel! En je moet daarna nog een verdieping omhoog, hè? Dit is echt... hoe lang gaan we hier wel niet mee bezig zijn? Hoeveel geld gaat dit wel niet opleveren, zodat we andere mensen geld ligt kunnen geven? Hoe ligt gaan hoeveel je voor gaat verkopen? Ik ga er niet veel voor vragen. Ik ga ze gewoon echt voor 5 per stuk verkopen of zo, hoor. Ah, ja. Oké. Zo. Of misschien wel nog goedkoper. En wat was jouw idee om zo hoog te doen? Nou, omdat het kan. Niet omdat het moet. Super, maar omdat het kan. Dat dus. Hoppa. Oh, jij gaat wel hard, schat. Holy shit. Ja. Even heeft al bijna een hele rij af. Ja. En hoe lang deed ik erover? 10 jaar. 5 jaar later. 5 jaar later. Ja, we zand. Ja, en toen kreeg ik een baard. Hier. Ja, dan kan ik het zo praten. Doe slash kids. Dan kun je zand krijgen. Er ligt heel veel zand hier al. Gewoon netjes op die steentjes gegooid. Goed, hè? Ja. Dacht ik wijs je even aan waar het moet ongeveer. Oh ja, maar dat had ik nog niet door. Ja, toch? Hoppatee. Boom. Dan ben je al klaar. It. Ja. Jezus, jij bent snel. Zo. Ik heb 1 blokje gemist. Got it! Dat is niet netjes. Je mag geen blokjes missen. Oké, staat aan die andere kant ook die pilaar al helemaal omhoog? Nee. Alleen hier. Oké, GG. Nou, als daar de eerste cactuslaag al in zitten, kunnen we de eerste cactusfarm aanzetten. Oeh, is de FPS drop in één keer? Kreeg je FPS drop? Ja. Boom. Dat is vervelend. Even kijken. Zo, hier erin. Bam. Kijk, dit gaat er goed uitzien. Nou mensen, de cactusfarm gaan we gewoon binnenkort lekker snel afknutselen. Hopelijk vonden jullie dit leuk. Druk je op duimpje omhoog. We gaan de grootste cactusfarm ooit maken. In de geschiedenis. De grootste cactusfarm. Echt, in de geschiedenis. In de wow. Skyblock live. Skyblock met cactusfarmen. Alles erop en eraan. Hoppatee. Nou, hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Ik zeg druk op duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Als mocht je dat gaan, ben je superheld. Tot de volgende keer mensen. En zoals gewoonlijk zeg ik tegen jullie mensen altijd... Ciao! Yo!